Musical Extra City loopt momenteel de solotentoonstelling Isla van kunstenares Sol Calero. Deze installatie werd speciaal ontwikkeld voor de Expo-ruimte in Antwerpen. We are in front of the exhibition Isla of Sol Calero, and it's the first exhibition of the artist in Belgium. We decided for a more architectural approach for this exhibition, and Sol developed a whole new piece of work. We decided kind of to center in the space of Extra City and create an island, so for viewers to kind of look around. They can also go on the platform, sit on the chairs, and just to create like a really welcoming environment, let's say. Tegelijkertijd loopt de expo Family Fictions. Hier bekijken verschillende kunstenaars wat het begrip familie betekent in onze moderne tijd. Dit is een groepstentoonstelling met 7 kunstenaars, waarbij elke kunstenaar op haar of zijn eigen manier probeert na te denken over wat familie betekent vandaag. We zijn echt op zoek gegaan naar kunstenaars die iets hebben met dat thema. Er zijn niet zo heel veel kunstenaars eigenlijk die familie als uitgangspunt nemen, omdat het net zo een complex thema is. Dus we hebben 3 jaar lang gezocht eigenlijk naar mensen die zowel nieuwe werken hebben gemaakt als bestaande werken hier tonen. En het is vooral met de kunstenaars die nieuw werk hebben gemaakt waarin we een diepgaande dialoog gegaan zijn over het concept familie. So this work is called Comfort Zone and was made in 2015 with my collective AIR. We're 4 architects that were working in contemporary art, making a lot of different installations and work about how new technologies were, like smartphones and social media, were breaking the family, breaking the home, and also taking elements of interior design and also bringing it into office. Like Airbnb is turning every house into an office, but you can also see that every office is becoming a home. And that's the kind of elements we're exploring in this piece. This is a project about leftover women. The project title is Marriage Matters. It's about the twists and turns of a woman when she's in her age of 33, looking for a life partner, and the twists and turns of family that pressuring her to do so.